Lieve vrienden, ik heb een raadseltje voor jullie. Wow, hier komt het, hè? Oké. Wat hebben al deze dingen met elkaar gemeenschappelijk? Bijvoorbeeld deze prachtige vork die je kan gebruiken om lekkere dingen te eten. Appelmoes. Frietjes. Kippenka. Of bijvoorbeeld deze prachtige kookpot in een mooie rode kleur die het koken toch een beetje aangenamer maakt. Of ook nog deze mooie klok van mijn oma. Ze is wel kapot, maar kijk, het is een mooie klok. Of ook nog deze bril. Het is hip en trendy en daar kan je zo slim mee doen, zo van 2x2 is 4. Of je kan er natuurlijk ook beter door kijken als je ogen kapot zijn. Hè? Voilà. Dus al die dingen hebben iets gemeenschappelijk en jullie moeten raden wat. Weet je het al? Nee, hè? Ik weet het wel. Wel, al deze dingen zijn gemaakt van lege batterijen. Zot, hè? Ik geloofde het eerst ook niet, maar het is waar, ja. Ja? Want kijk, je zou denken, dit is toch helemaal niet hetzelfde als dat? Die lijken helemaal niet op elkaar. Die zijn bijvoorbeeld, de vork is groter en dit is kleiner. En ze ruiken ook zelfs een beetje anders, maar het is echt waar. Ik zal uitleggen hoe dat komt. Al deze dingen zijn dus gemaakt van batterijen. En die batterijen, als die leeg zijn, worden die verzameld en dan worden ze gerecycleerd. En dat wil zeggen dat ze dan uit elkaar worden gehaald en dat er dan deeltjes van de batterij gebruikt worden om andere dingen te maken. Want een batterij die zit bijvoorbeeld vol met zink, met staal, met lood en vele andere dingen. En die kan je dan gebruiken om dus een vork mee te maken of een kookpot of een kapotte klok of een goede bril. Voilà, dat wisten jullie niet, hè? Super cool. Ja, ik wist echt niet dat al die dingen in zo'n kleine batterij zaten. Je kan dus eigenlijk gewoon keiveel dingen maken van lege batterijen. Hey, als ik nu keiveel lege batterijen verzamel, kan ik misschien een laptop maken. Of nee, nog beter. Een nieuwe auto. De roze. Met glitters. Alhoewel, zitten er glitters in batterijen? Ik weet het niet. Als daar van alles in zit, zit er misschien ook wel glitters in, hè?